Yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Yo boys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij proberen een potje Free for All te spelen met de Haymaker. En voor de mensen die dit weten, de Haymaker is best wel een overpowered shotgun. Je kunt er meerdere malen mee schieten, dus ik dacht, ja, waarom zullen we niet proberen een potje te winnen met de shotgun? Sinds ik helemaal niet eigenlijk met shotgun speel op dit spel, want ik vind dat niet echt heel erg leuk om te doen. Zoals je kunt zien, van afstand kun je al best wel snel killen. We spelen op de map Metro, dat is jammer trouwens. We spelen op de map Metro. Gewoon lekker een kleine fast paced map is dit, vind ik toch wel echt. En hiermee kun je, ik denk dat je op deze map wel makkelijk de Haymaker kan gebruiken, maar ook weer niet. Want er zitten best wel grote afstanden in, maar er zitten ook weer niet grote afstanden in, als je begrijpt wat ik bedoel. En sinds ik nooit met een shotgun heb gespeeld, weet ik niet echt hoe ik met dit ding moet spelen. Dus mijn game tactiek is niet echt zo van, oh ik ga er volop af en ik ga op afstand ga ik proberen iemand te killen. Ik laat ze gewoon lekker proberen. Ik probeer ze naar me toe te lokken, zeg maar. En verder zie ik het wel. We moeten in ieder geval proberen te winnen met Free for All. Dus kijk, bijvoorbeeld van deze afstand kan ik hem niet killen. Dus ik moet eigenlijk wegrennen of iets anders doen. Een neet gooien of weet ik wat. En hopen dat hij dan doodgaat. Maar... dus daarom, we moeten wel even opletten hoe we dat gaan doen. Maar we moeten vooral denk ik wel in hun back komen. We moeten makkelijk maar slim denken. En die ga ik echt niet challengen. Jou ga ik wel challengen daarentegen. Kom maar naar binnen. Kom maar naar binnen. Oh, let's go man. Komt er nu nog één aan? Ah, jammer dat we die even niet konden hebben. We staan achter. Had ik helemaal wel verwacht eigenlijk. Waarom had ik dit verwacht? Dit is niet echt een map voor een shotgun. Deze mensen kunnen ook nog best wel schieten. En deze map... deze mensen kunnen ook nog best wel goed kijken op hun map. Dus dat is wel ik wil zeggen relaxed, maar dat is eigenlijk heel erg kut. Dat is helemaal niet leuk. En ik weet eigenlijk ook niet waar ze zijn, man. Oh, daar zit er een. Ik zag er een. Is hij nou terug? Want ik zag hem hier niet meer. Oké, hij ligt daar, dus dood. Hoop dat ze een beetje hier in het midden komen. Want kijk, in het midden kan ik dus nog best wel sneaky, zeg maar, eromheen lopen. En ik heb er tenminste één. Ons doel is om te winnen. Ik denk niet dat we gaan winnen. Maar ik ga wel echt mijn best doen. Want we moeten gewoon winnen. Klaar. Robbed. Ik weet niet hoe. Ik weet niet wat voor medaille dat in godsnaam is. Ik wil zo min mogelijk ook proberen te campen, man. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Oh, kijk, die treinen komen. Ik heb mijn sit klaar. Ik mag met mijn sit killen natuurlijk. Want we moeten winnen. Dus dat is wel een voordeel. Maar het is een nadeel dat die shotgun niet meer zo heel sterk is. Want hij is genurfd natuurlijk. Omdat hij in het begin heel erg sterk was. En... je krijgt ze niet even 1, 2, 3 dood. Waar zit er één? Die gaan we proberen met de sit te pakken, man. Dat is één. Zoveel mogelijk met de sit proberen. Ja, oké. Ja. Ik ga maar wel even mijn mond weer houden. Want... kom maar. Lekker, let's go man. Ah, we staan maar 5 kills achter. Maar toch. Toch jongens. Er zit hier één in het water. Oh, dat is een dikke afstand. Holy shit. Zo. Wat een absurde afstand was dit joh. Oh, dubbel kill gepakt. Lekker. En nu staan we nog maar 3 kills achter jongens. Zo snel kan het gaan. Ja, zie je, ik hoorde jou al. Ah, het is jammer dat ik even niet die ene kon pakken, man. Hoeveel staan we? We staan derde. Nou, mooi genoeg. Ik gebruik trouwens een hele mooie pixel camo om me heen mee. Die had ik natuurlijk geunboxed bij die supply opening, drop keys, opening ding. Dus, dat. Nee, niet in mijn rug komen. Dat is zo vies oprotten. Nee, wegwezen. Ah, nee. Ah, man. Nou gaan we weer achterkomen. Ze zijn te verspreid, man. Oké, die afstand werd ik... dat was gewoon heel dom voor mij. Maar hoe kan ik die afstand dan weer niet redden? In het water kon ik die afstand wel redden. Kijk. Dat was ook gewoon dikke afstand. Kijk, dat is afstand. Let op, let op. Shh. Hopen dat die... let's go, man. Probeer een beetje te luisteren waar ze zijn.
Daar zit er één. Oké, die wordt gekild. Hoop dat hij hierheen komt. Dan kan ik hem hier opwachten. En dit is niet campen, dit is... Opwachten, jongens. Shit, man. Oké, ons doel nu is om tweede te eindigen. We staan één kill achter. Want ik weet heel zeker dat we de eerste plek niet meer gaan halen op deze map. Misschien kunnen we het wel op Combine halen. Misschien kunnen we het wel op... hoe heet die andere map? Ik kom even niet op de map. Naam Evac. Misschien kunnen we het daar wel op halen. Maar Metro is iets te groot, man. Juist hier te campen. Komt hier één aan. Oké, die heeft een hele snelle... hoe noem je dat? Reactievermogen tijd ding. Maar ik ook, bitch. Oh. Oh, get pre-fight, grap. Ik zag je op mijn UAV. Jou zag ik ook. Ah, jou zag ik ook. Shit. Oké, we staan opeens 4 punten achter. Jij zag me op een of andere manier. Dat vind ik heel knap van je. Hier, proef deze alsjeblieft. Oh, hij staat er nog wel. Oh. Oh, annihilated. Oh, let's go, maat. Holy shit. Probeer een beetje te kijken waar ze nu spannen, man. Dat is best wel belangrijk. Ik sta 3 kills achter. Die goos kan sowieso veel sneller gaan, hoor. Man. Er staat sowieso één achter, man. Want hij schoot op iemand achter mij. Oké, 2 kills staan we achter, man. Misschien... Oh, nee. Sst. Weg. Kst. Niet doen. Niet doen. Doe me dit nu niet aan. Waar ben je? Oh, hij zit daar helemaal achterin. Laat maar. Oh, er zit ook één hier nog. Oh, die is dood. Die is dood door die gozer. Komt hij me hierheen? Ja, daar zit hij. Oh, als we deze... Ik weet niet hoe wij dit overleven, hoor. Maar we zijn echt volgens mij super slim bezig hier, oh. We hebben onze UAV. Kunnen we zien... waar ze op de map zijn. Zullen we vast wel een paar ghosts gebruiken, want ja, het is free for all, dus het is best wel handig om te gebruiken, ghosts, hoor. Maar het is wel een beetje noob. Hij heeft een afstandwapen. Kom op. Lekker, kom op. Kom, man. Swans hier? Ja, hierheen. Let's go! Er staan 2 kills achter. Gaan we dit redden? Ik weet niet. Ah, we zijn annihilated via de achterkant. Ja, hij heeft nog maar 1 kill, die gozer. Dus dat is het tweede, jongens. We hebben tenminste onze kleine doel gehaald. Ik vind het goed. Ik vind het echt goed voor mezelf, jongen. Echt waar. Het is gewoon 26-8 gaan met de shotgun. Op de map Metro. Middelmatige map. Dus deze shotgun, de Haymaker, heeft echt een dikke range. Had ik echt gewoon niet verwacht. Niet verwacht. Mooie killcam van hem. Van Super Challenge 8 met zijn Annihilator natuurlijk. En ja. Daar staan we, tweede. We hadden het liefst natuurlijk eerst gestaan. Maar dat was helaas niet mogelijk, want Super Challenge ging gewoon supergoed. Of tenminste supergoed. Ja, ging supergoed. En wij hadden een shotgun op Metro, dus dat ging ook niet echt heel erg lekker. Maar jongens, mocht jullie dit nou leuk hebben gevonden, laat dan even een blauw duimpje achter. Laat even de reacties achter wat jullie van de Haymaker vinden. Ik vind het persoonlijk een best wel chille shotgun om te gebruiken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later, jongens.